Nee, je ziet het goed. Dit is de nieuwe Porsche Panamera. Hij kreeg een facelift en ik neem je heel graag mee langs alle nieuwe dingen die je moet weten over deze Panamera. Ja, de tweede generatie van de Porsche Panamera is intussen alweer 4 jaar op de markt. En in de autowereld betekent dat tijd voor een opfrisbeurt. Nochtans oogt de Panamera nog altijd fris en fruitig. Dus deze facelift zit hem eigenlijk in de details. We beginnen aan de buitenkant, waar de Sportdesign bumper nu standaard is voor alle Panamera modellen. De LED-achterlichten die kregen een nieuw ontwerp. Ze zijn voortaan naadloos met elkaar verbonden. De GTS en de Turbo S die houden natuurlijk hun eigen accenten. Geen facelift zonder nieuwe kleuren en velgen. En dat is ook bij deze Panamera zo. Er zijn maar liefst 3 nieuwe velgen en 2 nieuwe koetswerkkleuren. Dat maakt je keuze om je eigen Panamera persoonlijk te maken des te groter. In het interieur van de Panamera was de afwerking al op topniveau, maar Porsche vond dat het toch nog beter kon. In deze nieuwe Panamera krijg je dus een nieuw sportstuur en als optie een exclusief en knap klokje van Porsche Design. Dat voor het Sport Chrono pakket. Ook op technisch vlak heeft Porsche niet stilgezeten. Voor de nieuwe Panamera genieten de passagiers van verbeterde adaptieve dempers en luchtvering en verbeterde rolstabilisatie. En de chauffeur die geniet dan weer van een scherpere stuurinrichting, meer trekkracht en grip. Wil je een Panamera of Panamera 4 of liever een Turbo S of Turbo SE Hybrid? En wil je de gewone versie, de verlengde Executive of de knappe Sport Turismo? Ja, het is eigenlijk allemaal mogelijk, want vandaag kun je kiezen uit maar liefst 21 verschillende versies voor de Panamera. De Turbo die maakt de plaats voor de Turbo S en die schiet in amper 3,1 seconden naar 100 km per uur. Meer nog, de Panamera Turbo S heeft het record voor snelste zakensedan op de Nürburgring te pakken. En toch is hij met zijn 630 pk uit zijn 4 liter V8 niet de krachtigste Panamera. Want die titel die gaat naar de nieuwe Turbo SE Hybrid. Die combineert een V8 van 571 pk met een elektromotor van 136 pk tot een systeemvermogen van maar liefst 700 pk. En nog eens 870 Newtonmeter koppel. 0 tot 100 km per uur wil je weten? 3,2 seconden. En de Turbo SE Hybrid is maar 1 van de 3 hybrides, want Porsche wil ook steeds meer elektrisch natuurlijk. Welke de andere 2 hybrides zijn? Wel de 4e Hybrid en de 4SE Hybrid. Zij krijgen dezelfde elektromotor, maar combineren die met een 2,9 liter V6. Porsche heeft bij de facelift van de Panamera ook aan de batterij van de hybrides gedacht. Voortaan heb je een bruto capaciteit van 17,9 in plaats van 14,1 kilowattuur. Dat betekent dat je met een volle batterij 30% verder kan geraken dan voorheen. Goed nieuws tot slot voor de zakelijke rijder, want door de grotere capaciteit van de batterij zijn maar liefst 2 van de 3 e-hybrids bijna 100% fiscaal aftrekbaar. Wie dus nog niet 100% elektrisch wil rijden en dus niet voor deze Taycan kiest, die weet nu natuurlijk waarheen. Je zou het hem aan de buitenkant niet meteen meegeven, maar de facelift van de Panamera heeft wel degelijk voor wijzigingen gezorgd. Die hebben deze prachtige zakensedan weer krachtiger en sneller gemaakt, maar ook meer elektrisch. Dus de nieuwe Panamera die kan er weer een aantal jaar tegenaan.